Ja, dank u voorzitter. En ik pak de draad op waar we het vorige debat mee waren gestopt. Want het gaat over de vermaledijde gele grasvelden die elke voorjaar weer verschijnen als gevolg van het overmatig gebruik van glyfosaat. En wat dat betreft is het een goede dag, voorzitter. En het is een goede dag omdat de minister een opening biedt om daarmee aan de slag te gaan. En daar wil ik hem ook voor complimenteren. Want die intentie ligt er. Ik ben nog wel benieuwd hoe de minister dat gaat doen. Want het is tegelijkertijd ook een slechte dag, omdat dat toch wel een hele taaie strijd is geweest. De eerste motie is 4 jaar oud, er is nog een motie geweest. En het parlement is tot 2 keer toe in het gelijk gesteld door de parlementaire advocaat. En het is toch wel heel erg droevig dat het zo langzaam moet gaan. Maar uiteindelijk heeft de minister dus wel de bevoegdheid op grond van onder andere die richtlijn 2009-128... om het gebruik van glyfosaat in het kader van geïntegreerde gewasbescherming te beperken. De eerste interruptie, mevrouw Bromwit. Ga er gang. Ja, voorzitter, ik heb een vraag, want dit is een dossier waar D66 en GroenLinks eigenlijk al heel lang samen optrekken, omdat wij het gebruik van glyfosaat Roundup willen verminderen in Nederland. En ik zat te luisteren naar het verhaal en ik dacht, is er iets wat ik gemist heb? Een brief van de minister, maar dit gaat, vraag ik aan de heer De Groot, over het onderzoek dat wij als Kamer hebben gevraagd. Juridisch onderzoek waaruit blijkt dat het wel degelijk mogelijk is, in tegenstelling tot wat 2 ministers ons al eerder vertelden, om glyfosaat op bepaalde toepassingen wel te gebruiken, zoals wij graag willen op die gele velden die je nu alweer in deze tijd van het jaar overal ziet. De heer De Groot. Ja, daar gaat het over. En in diezelfde brief, maar ik heb ook met een vergrootglas moeten zoeken naar die intentie, maar die staat er wel in, want de minister gaat kijken waar die dat in overleg met de sector kan gaan verbieden, dit gebruik. En dat is echt een ander geluid sinds 4 jaar, waar eerder de minister zei, nee, ik mag het CTGB geen aanwijzingen geven. De regelgeving geeft mij geen bevoegdheden. Nou, daar hoor ik de minister nog steeds zeer terughoudend over. Dus ik begrijp uw vraag ook heel goed. Maar ik sla toch even aan op het hoopgevende zinnetje. En ik hoop ook in dit debat meer van de minister te horen over hoe die dat dan gaat doen. Dus ik blijf eventjes bij het glas half vol. Dank. U vervolgt uw betoog. Want inderdaad, voorzitter, de minister zegt wel, het moet onderbouwd, noodzakelijk, geschikt en evenredig zijn. Nou.